Goedemorgen. Jezus, mensen. Nou, ik was al ziek afgelopen paar dagen. Het is vandaag zaterdag. En ik ga zo even met hondjes lopen met pa. Samen, gezellig. En jezus, mensen. Ik was al helemaal naar de kloten. Ik ben 2 dagen ziek geweest. De meeste mensen hebben het wel gemerkt natuurlijk. En vrijdag was ik eigenlijk ook nog een beetje minder, zeg maar. Vandaag is echt de eerste dag dat ik denk van, hey, ik voel me eigenlijk wel, nou, jovel, zal ik het zo maar zeggen. Maar, gisteren lekker veel opgenomen, veel dingen. Dus dat is wel fijn natuurlijk. Want ja, morgen ga ik naar, Walibi, wou ik zeggen. Nee, ik ga naar Hellendoorn. En, want dat is een park hier, nou, een uurtje hier vandaan of zo. En, ik heb kortingskaarten. En dan, aangezien ik skeer ben, is het natuurlijk wel fijn om wat kortingskaarten te hebben. Dus ja, dat ga ik ook lekker opnemen. Dat is altijd leuk natuurlijk. Maar dat betekent wel dat ik de afgelopen dagen natuurlijk weinig gevlogd heb vanwege mijn griep en zo. En ik ga in ieder geval lekker even de hondjes uitlaten. En dat is wel leuk. Wel gezellig. Laat ik even zien wat voor trucjes de hondjes allemaal kunnen. Tenminste, die hondjes die jullie gaan zien zo. Ik kom even niet op naam. Maar ik noem het altijd cavaliers. Maar zo heten ze eigenlijk niet echt. Want het is niet echt, zeg maar, de juiste uitspraak van de naam, zeg maar. Maar ja, die zijn nog puppies en ze beginnen aardig wat de dingen te leren en zo. Dus daar gaan we zo over kijken. En dat is altijd leuk natuurlijk. En dan gaan we even naar buiten. Ook lekker, want ik ben wel een beetje verkouden. Echt zo, als je gewoon grieperig bent geweest, dan heb je altijd zo'n verkoudheid daarna. Hè? En dat is zo fucking irritant. Maar ja, we gaan even lekker naar buiten. Dus dat is altijd lekker. Maar wat is nou exact de naam nou? Want ik zeg altijd cavaliers. Kindje, nee, dus... Oké. Okay. maar Patrick is een beetje druk, hè? Jezus. Er staat best wel veel wind trouwens. Tering. Maar wel lekker, eventjes. Je gaat elke week naar cursussen. Misschien wel leuk om een beetje uit te leggen. En wat leer je daar nou allemaal? Uitzicht vanuit daar liggen. Dat soort dingen. Drie namen en alles. Uh-huh. Een beetje richting behendigheid. Ja. En alles weten. Luisteren. Vooral luisteren, dat is een probleem. Ja, bij jou wel, ja. Maar Patrick hier. Ja. Nou? En nou rustig. En nou rustig. Zit. En blijf. Ja. En blijf. Nou. En blijf. En blijf. En blijf. En blijf. Ja, dat zijn nog puppies. Blijf. Kijk, ja. Nee, niet. En blijf. Blaffen, ja. En blijf. Ja, gaat wel goed. En we zeggen nou in één keer. Ja. Blijf wel zitten hoor. Ja, goed zo. Patrick. Down. Kijk, ja. Down. En blijf. Hij probeert te luisteren, maar het is wel... Heel moeilijk. Het is wel heel moeilijk inderdaad. En blijf. Ja, zullen we gaan lopen hoor? Ga maar, kom maar. Goed zo. Ze moeten leren. Hoe oud zijn ze nou eigenlijk? Van november, hè? Van november, ja. Ja, ze blijft wel liggen. Mijn vader gaat er weglopen.
Sorry voor de wind, maar ja, er staat enorm veel wind. En die wordt helemaal gek. Oh, dat is een goede beveiliging, pa, dit. Ja, kijk. Goeie beveiliging, dit. Hé, hey. Hey. Hallo, schatjes. Hallo. Oh, die hebben we... Oh. Oh. Ja, wat? Wat is er? Hé, hey, moekoeke. Hé. Hey. Ja, hé. Hey. Ja. Oh, ja, die is allemaal lief. Allemaal lief. Gelukkig hebben we niet... Gelukkig hebben we maar één hond, hè? Wat is... Oh. Oh. En dit hoor je dus elke keer. Als ik aan het opnemen ben. Daar ben ik weer, hè. En het is vandaag weer tijd om te wegen. Kijken wat ik nu in godsnaam weeg. Ik hoop niet dat het trouwens fel is op de achtergrond. Maar we gaan eventjes naar de... Ja, we gaan even naar de badkamer toe natuurlijk. En dan ga ik me heen gaan wegen. Oh, wat zal ik nu weer wegen? Ik ben altijd wel... benieuwd ernaar. Dus we gaan even kijken. 93.0 weeg ik. Nou, dat is eigenlijk prima. Nou, ik denk dat ik daar wel tevreden mee mag zijn. 700 gram in een wel iets meer dan een week. Ja, ik weet niet wat normaal is om af te vallen, hè? Beetje lastig altijd. Ik denk, ja, tegen een kilo inderdaad per week als je dat afvalt. Dan zou ik in principe in 12 weken tijd 12 kilo kunnen afvallen. Nou, of dat gaat lukken, dat weet ik niet, maar dat is altijd gewoon een beetje lastig, weet je. Maar ja, het is wel fijn dat ik nu gewoon wat iets meer doe, buiten de deur en zo. En ik ga ook van de week in ieder geval lekker vaker fietsen en zo. Dat is ook beter natuurlijk voor me. Dus ik ga gewoon mijn best doen. Ja, toch? Dat is het enige wat ik kan doen. En nou ja, we gaan ervoor.